Goedenavond, dag Christophe. Goedenavond. Welkom. Ontgoocheld, waarschijnlijk. Zeer ontgoocheld, ja. Ja. Maar stel we de eerste helft helemaal onder controle hebben, geven we niks weg. Staat er hier op een bord, dus iedereen verwacht dat we dat uitspelen of nou in de vierde doelpunt maken. We hebben een dikke kans op corner. Kom niet binnen en 2 minuten later is 3-2. Dan weet je dat gaat die duwen en zo allemaal en dan valt het 3-3. Dan proberen we nog de 4 doelpunten te maken, maar het is niet gelukt vandaag. Het is niet de eerste keer hè, dat we die voorsprong weggeven. Nee, ik heb geen. Ik weet niet wat ik moet zeggen daarover, want op training gebeurt dat niet en dan kom je in een wedstrijd en dat gebeurt het elke keer bijna. Een beetje stress of? Stress denk ik niet. We zijn allemaal gewoon oud genoeg om de stress onder controle te hebben. Dus ik denk niet stress, dat is gewoon iets minder focus misschien, ik weet het niet. Denken aan de rust, het zal hier wel binnen zijn, het zal in orde komen. Maar ik denk dat iedereen verwacht dat als je op 3-1 staat, thuis zeker, dat je dat gewoon uitspeelt, vind ik. Hè. Dus ja, iedereen verwacht dat je gaat die wedstrijd winnen, maar vanavond is het niet gebeurd en dat is zeer spijtig zeker. Mm-hmm. Toch begin je dan te voetballen in de tweede helft met lange ballen al voor. Dat is natuurlijk niet ideaal om die stand vast te houden. Hè? Nee, totaal niet. De eerste 10 minuten hebben we nog alles onder controle in de tweede helft. We komen nog aan de bal en dan beginnen we in een andere speelstijl die niet past bij Deins. Die lange bal te spelen. En de bal komt 10 keer sneller terug eigenlijk. Dus, en dan krijg je die 2 kansen en dat stukje binnen. Dat gebeurt automatisch op een bepaald moment dat je met lange ballen begint te spelen? Of hoe komt dat dan? Tja, we proberen altijd de vrije man te spelen in de middenveld te vinden, maar soms is dat iets moeilijker. Dan hebben we Lenny van voor, die kan die bal bijhouden, maar dat moet een juiste bal zijn, niet over hem en niet op zijn hoofd. En dat is vandaag niet goed gelukt eigenlijk, dus spijtig. Vragen Hans. Maar stress om tweede te worden? Het is de tweede week na elkaar of er zit 14 dagen tussen? Stress om tweede te worden? Nee, denk ik niet. Ik ga voor mij praten. Ik heb totaal geen stress om tweede te worden. Ik ben dan hier gekomen omdat meneer de voorzitter heeft een goede ambitie en wil de ploeg zo hoog mogelijk brengen. Dus iedereen moet klaar zijn om van boven te spelen, vind ik. Ja, zeker als op die grote kans van Victor Boon. Ik denk die wel terug zijn voet en die moet die gewoon rustig plaatsen in de goal. En dan als er juist nog iemand op de lijn die kan die wegtrappen. En dan bijna op de tegenaanval worden gestraft. Dus ja, dus eigenlijk moeten we onszelf belonen. Maar ja, in de tweede helft is dat iets moeilijker. Wat heeft de trainer gevraagd tijdens de rust? We staan al 3 en voor, het ziet er allemaal goed uit. Ja, gevraagd gewoon, ik denk als je ziet de eerste helft, dat is gewoon perfect. Ik vind zelf dat bijna een van de beste wedstrijden dat we spelen eigenlijk, de eerste helft. Dus ja, dat was gewoon terug beginnen. We hebben tegen elkaar gezegd, het is 0-0. We gaan hier terug van hetzelfde hoesting gaan. En dan, ik weet niet wat gebeurt altijd. En we pakken nog 2 tegengoal die helemaal vermijdbaar zijn. Ja, nee, want die bal wordt gemakkelijk tussen Victor en Dennis gespeeld, denk ik. Ik ga eerlijk zijn, ik heb die beeld nog niet teruggezien. En in de wedstrijd, ik weet niet echt hoe dat is gebeurd. Maar als je het zegt, dan is het zo. Oké, dank u wel Christophe. Graag gedaan. Ja, oké, goedenavond, welkom. Goedenavond meneer. Mogen wij van u de analyse van de wedstrijd vanuit uw standpunt gezien? Ja, ik denk dat wij verrast waren dat ze voor 5-3-2 kozen. Daar hadden we in het begin moeite mee, maar daarin gaven wij ook een aantal cadeautjes weg waar zij uit scoren. We hebben voor rust al het aangepast. Wat ik vond was dat we beter al in de opbouw kwamen. Daardoor.
en man op man op middenveld. Dat was gewoon beter voor ons. Dat was gewoon niet duidelijk in die fase dat wij gewoon met de punten achter speelden. En in de rust gezegd van we hebben niks te verliezen. Gooi alles van je af en heb lef. Maar er moet wel een stapje bij en we moeten niet zoveel cadeautjes gegeven weggeven. Op 5-3-2 doorgegaan. En iets eerder de lange bal gespeeld achter de laatste lijn van Deinzen. Ik moet zeggen, natuurlijk zijn we blij met het punt. Dat verwacht je niet als je gaat rusten en naar de eerste helft hebt gekeken. Blij met dat punt, het zou ook wel deugd doen gezien de vorige wedstrijden die niet waren gewonnen. Dat uiteindelijk toch wel eens het punt mag meegenomen worden. Ja, je weet dat als je drie keer verliest op rij, dan dat het zelfvertrouwen niet heel hoog zit. En dat je op zo'n wedstrijd eigenlijk een boost kan krijgen. En gelukkig hebben we dat gedaan en hopelijk kunnen we hierop voortborduren. Ja, je had ook wat de afgelopen weken veel gekwetste spelers. Zijn die stilaan aan het komen? Ja, je ziet Lamar, die is weer terug op de bank. Stijn Wuitens heeft een uur gespeeld, dus dat is prettig. Dat merk je al gewoon op het trainingsveld, waardoor gewoon de jonge jongens gewoon al beter trainen en beter luisteren. Dus dat is prettig. Oké. Zijn er vragen? Ja, Peter, willen jullie alleen maar tweede helft spelen dan? Dat pakt er wel goed uit na de pauze. Ja, we hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd gooi alles van je af. En natuurlijk ben je niet blij met die eerste helft, maar dat is geweest. En je moet verder. En ik moet zeggen, dat hebben ze met elkaar goed opgepakt. Ja, na 10 minuten individuele fout opnieuw. En die blijven dan toch gebeuren. Dat is toch jammer nadat jullie toch de koppen bij elkaar gestoken hebben de laatste 2 weken. Ja, je laat het zien, je analyseert het met elkaar, je hoopt dat het niet meer gebeurt. Maar in voetbal worden eenmaal fouten gemaakt. En wij maken er op dit moment te veel. En als we dat eruit krijgen, dan zullen we meer wedstrijden gaan winnen. Is het ook een statement van jou om een aantal spelers vandaag op de bank te zetten? Nou, ik kijk gewoon wat er op de training gebeurt. En als ik denk van dat die jongen beter traint en beter speelt, dan zet ik hem erin. Kan je misschien toe dat Salas je ploeg vanavond gered heeft? Nou, ik denk dat het vooral een teamprestatie is en waardoor Arthur kan accelereren. En dat hij die kwaliteit heeft, dat weten we. Dus dat zien we elke dag. Dat stond ons ook weg met de nationale ploeg. Die stond in de basis. Ja, leuk voor hem. Dat was ook al een tijdje. Ja, hij heeft een beetje een rocky season. Waarin hij veel kleine blessures heeft, waardoor hij niet volle weken kan trainen. Ik heb altijd goed contact met de nationale coaches. Dus we weten precies wat ze daar doen. En we houden ze daar wij goed in de gaten. En hij kwam van deze trip kwam die goed terug. En hij was klaar om te spelen. Gelukkig maakte die goal nog. Ben je nu toch blij met dat ene punt? Of had je het gevoel van de laatste half uur had ik eigenlijk nog wel meer willen doen richting dat vierde punt? Nou, ik vind als Deinzen zo'n eerste helft speelt, dan mag je ook wat respect tonen en dan mag je blij zijn met dat ene punt, denk ik. Dank u wel. Over naar de coach van Deinzen. Wat is uw visie om te beginnen? Deur in huis van natuurlijk. We hebben het zo moeilijk om de wedstrijd te beslissen. En die punten beslissen is één, maar vooral vasthouden. Ik denk, we starten heel goed met een hele vallende eerste helft toch wel, zowel balverlies. Spelen we quasi perfect, voordat we deze week toch vooral hebben ingetraind. Dan ga je de rust in met een 3-1. Dan verwittig je de jongens nog van, kijk uit, we hebben toch al enkele wedstrijden gehad op die 3 punten niet kunnen vasthouden. Met dat verschil dat we nu toch al met 2 doelpunten meer de rust in konden gaan. In de tweede helft kiezen we dan ergens voor een medium blok natuurlijk. We wisten dat Ploma meer risico ging nemen. Dat bleek ook wel. Hadden we het aanvankelijk niet zo simpel mee. Maar dan denk je toch met voldoende metier dat je die aanvallende fases wel kunt overbruggen. En dan moeten we eerlijk zijn natuurlijk. Hebben we de momenten, ik heb al veel over momenten gesproken, die momenten aanvallend, in de aanvallende box, die nemen we dan niet. Met die kansen lagen daar wel, maar die nemen we dan niet. Verdedigend in een andere box, als ik die derde goal zie, dan geven we gewoon veel te simpel weg. Dan hebben we gewoon veel meer maturiteit in verdedigende fase of
verdedigend gebied voorkomen dan wat we nu doen. En dat is iets wat er dringend uit moet natuurlijk. En, dat zijn zeer zure punten. Als je, het is een heel moeilijk iets voor deze groep op dit moment om die punten gewoon te beslissen en die punten hier te houden. Zit dat in de kopjes? Dat gaat zeker ervoor al en nu geldt dat zeker in de kopjes zitten natuurlijk. Het mentaal aspect is gigantisch belangrijk in voetbal, dus dat gaat er zeker mee te maken hebben natuurlijk. Maar het is aan ons om dat zo rap mogelijk een manier te vinden om dat uit die kopjes te krijgen. Maar het is inderdaad wel een vaststelling dat we moeilijkheden hebben om die wedstrijd gewoon dood te leggen. Die punten liggen om te grijpen. En misschien zorgt dat ervoor dat ergens een beetje verlammend werkt. Ik weet het niet. De punten liggen daar, maar we slagen er op dit moment nog niet in om ze gewoon in onze zak te steken en rustig naar huis te gaan met 3 punten meer. De trainer zei het ook, je kiest voor een ander systeem. Je was er wel veranderd. Waarom speel je vandaag op die manier? Omdat ik sowieso vind natuurlijk dat je maar met zo weinig ploegen in de reeks bent, moet je af en toe eens verrassend kunnen zijn ook. Ik vind dat de spelers op meerdere systemen moeten kunnen spelen. Want anders, één, zal het vrij saai zijn. Maar vooral, dat is niet het belangrijkste. Maar twee, je moet gewoon iets achter de hand hebben, omdat het anders bijna onmogelijk is om de tegenstander ook te verrassen. Ik vond wel dat we daarin gelukt waren, zeker de eerste helft. Maar dit staat los van tactiek, los van systeem. Dit is gewoon een mentale iets, denk ik, dat we die punten niet over de streep kunnen trekken. Was het daardoor ook dat Sherlock dan op de bank terecht kwam? Ik sluit me een stuk aan mijn collega natuurlijk. We zien de jongens iedere dag trainen. We weten perfect waaraan en waaraf. Met Joes is het ook een stuk gekomen natuurlijk. We gaan er wellicht, er hangt een schorsing boven zijn hoofd. We hebben 2 weken de tijd gehad om iets anders in te trainen. Dat liep lekker, dat ging goed. Daarbij komt en dat we de jongens dagelijks aan het werk zien. Dus op basis daarvan nemen wij keuzes. En daarvoor ook de keuze genomen om vandaag niet te starten met Joes. Oké. Als? Zo duidelijk. De laatste vraag was, wie ging ook staan? Oké. Goed dan, dank ik u. Goeie terugreis. Ja.